veel mensen die misschien niet zoveel weten van anorexia, die zullen denken, oké, dat meisje denkt dat ze dik is. Dus die heeft de gedachte dat haar lichaam dik is. Maar wat wij in ons onderzoek hebben laten zien, is dat mensen met anorexia ook aanrakingen op hun lichaam anders waarnemen. Dus als je bijvoorbeeld 2 prikjes geeft op de huid van patiënten met anorexia en je vraagt aan hun, wil je nou eens inschatten met je oog dicht wat de afstand tussen die 2 prikjes is, dan zie je dat het voor mensen met anorexia als veel groter voelt dan voor mensen zonder anorexia, die het perfect inschatten. En dat geeft eigenlijk aan dat mensen met anorexia, wanneer ze zeggen, ja, maar ik voel mij echt dik, dat het inderdaad ook zo is dat ze zich letterlijk dikker voelen dan ze werkelijk zijn. Ze voelen aanrakingen op hun huid anders dan mensen zonder met een eetstoornis. Maar helaas kunnen we nog niet verklaren waarom mensen met anorexia zichzelf dikker vinden dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is eigenlijk precies wat we de afgelopen jaren aan het onderzoeken zijn. Met de virtual reality, maar ook met heel veel andere experimenten. En ik denk dat we al wel een stapje dichterbij zijn in het beter begrijpen van wat er nou gebeurt bij het jezelf dik voelen. Want wij wilden kijken of we met behulp van virtual reality mensen met een eetstoornis, en dan specifiek mensen met anorexia, een ander beeld van hun eigen lichaam kunnen geven. Iedereen kan op zich gebruik maken van die software. Maar wat denk ik belangrijk is om te benadrukken, is dat we hebben het niet opgezet als een behandeling, maar alleen nog maar als een onderzoek. Een tijd geleden had iemand de bril opgezet die zwanger was. Ze had dus een hele grote buik. En terwijl ze de bril opzette en ze keek naar beneden, zag ze iemand met een vrij normaal lichaam, die dus geen grote buik had. En dat was voor haar heel raar, omdat ze dus het gevoel kreeg dat ze niet meer zwanger was. Maar ze wist natuurlijk wel dat ze nog zwanger was. Dus dat was wel een grappige situatie. En hoe dat onderzoek in elkaar zat, was dat mensen die kwamen bij mij binnen. En ik vroeg ze dan om aan te geven wat zij dachten dat de afmetingen van hun eigen lichaam waren. En we vroegen dan bijvoorbeeld naar schouders, buik, heupen, allerlei lichaamsdelen. Als ze dat hadden gedaan, dan mochten ze de virtual reality bril opzetten. En als ze dan naar beneden keken, dan zagen ze niet meer hun eigen lichaam, maar het lichaam van wat wij noemen een avatar, dus een virtueel persoon. En die had een andere afmeting vaak dan hun eigen echte lichaamsafmetingen. Zodra ze hun eigen lichaamsafmeting hadden ingeschat, ging ik mensen aanraken met een kwastje op hun buik. En dit kwastje zat vast aan een bewegingssensor. En dat zorgde ervoor dat dit kwastje ook in virtual reality te zien was. Dus elke beweging die ik in het echt maakte met het kwastje, die was ook in virtual reality te zien op de avatar. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk het brein in de war raakt. Want het brein ziet een virtueel lichaam, wat niet je eigen lichaam is, ziet dat virtuele lichaam aangeraakt worden. Maar precies diezelfde aanraking voelt het brein op het echte lichaam. En dat zorgt voor een soort conflict. En het brein lost dat eigenlijk op door dan maar ervan uit te gaan, oké, dus wat ik zie, dat is waarschijnlijk mijn eigen lichaam, dus dit ben ik. Dat deden we ongeveer 2 minuutjes, heel kort. En dan zetten mensen de bril weer af. En dan vroeg ik ze nog een keer, schat nu nog eens in wat jouw afmetingen zijn van je schouders, je heupen, je middel, noem maar op. En dat was dus eigenlijk het onderzoek. En wat daaruit naar voren kwam, is dat na afloop van het gedeelte met virtual reality, dat mensen met anorexia hun eigen lichaam beter gingen inschatten. Als je kijkt naar wat er eigenlijk bij mensen met een eetstoornis gebeurt, dan is een van de belangrijkste kenmerken van anorexia dat ondanks dat mensen ondergewicht hebben, ze toch hun eigen lichaam ervaren als veel dikker, voller, ronder, breder dan het in werkelijkheid is. Dus op de een of andere manier is er geen match tussen wat de werkelijkheid is en wat zij qua beleving hebben van hun eigen lichaamsomvang. Hoe dat precies ontstaat, weten we op dit moment nog niet. Wij zijn vooral aan het kijken op de Universiteit Utrecht wat de rol van het brein is in hoe wij onze eigen afmetingen waarnemen en beleven. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat ook andere zaken hier een rol spelen. Ik denk dat er echt nog veel meer onderzoek nodig is om echt te begrijpen wat er nou eigenlijk misgaat in de hersenen van mensen met een eetstoornis, waardoor zij zich veel dikker of breder voelen dan ze in werkelijkheid zijn. Ik zou het heel mooi vinden als we telkens, wanneer we een onderzoek hebben gedaan, heel direct kunnen kijken, kunnen we deze resultaten omzetten tot iets wat in de praktijk nuttig is en waar mensen die een eetstoornis hebben ook echt iets mee kunnen.
Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat de manier waarop je de wereld om je heen waarneemt, dat wordt bepaald door jouw hersenen. En als jouw hersenen jou op een gegeven moment eigenlijk een verkeerd beeld van je eigen lichaam geven, dan is dat niet iets wat je zelf hebt gewild. En dat is ook niet iets wat je met een knop kan omzetten. Maar we weten wel dat we hersenen kunnen trainen in de wereld anders waarnemen. Dus ik denk zeker dat zo'n verstoord lichaamsbeeld opgelost kan worden.